Welkom bij deze uitlegvideo. Mijn naam is Ralf Hillebrand en in deze video ga ik je laten zien hoe je een aantal webpagina's, die je waarschijnlijk veel gebruikt, om kan bouwen tot een webapp, zoals ze dat noemen. Oftewel, een applicatie die gewoon op je computer staat. Het is weliswaar een afgeleide van de webpagina, maar je kan hem gewoon in je taakbalk zetten, je kan hem daar vastzetten en dat maakt het leven een stuk mooier. Een nou, aantal opmerkingen vooraf. Ik zelf werk op een Microsoft Surface-computer en je hebt hiervoor nodig de Microsoft Edge-browser en dan wel de nieuwste versie. Voor mijn collega's van de Hoges Rotterdam, die vind je in Liquid. Dus als je Liquid hebt, dan kan je hem daar downloaden. En als je op een eigen computer werkt of je hebt niet de beschikking over Liquid, dan ga je gewoon naar microsoft.com. Nou, je ziet het adres hier staan en kan je Edge downloaden. En anders zoek je het gewoon even op via een willekeurige zoekmachine. Hè? Dan heb je hem uiteraard ook. Kijk, want wat is nu het mooie? Um, je ervaart vaak dat je in Microsoft Teams bezig bent... maar dat je misschien wel um, eigenlijk behoefte hebt aan een tweede Teams-omgeving. Um, het wordt niet voor niks mogelijk dat als je in een videovergadering zit... dat je dat scherm los kan halen van Teams, zodat je nog bij de chat kan. Um, nu zijn er natuurlijk meer dan mogelijkheden. Want als je Teams gewoon openzet in de webbrowser... Kan je daar gewoon de chats volgen. Maar hoe mooi zou het zijn als je dat nog mooier kan doen. Dus ik ga nu even naar mijn Office Portal. En ik ga naar de webversie van Teams. En nou, daar zijn we. Hartstikke mooi. En eh, vervolgens hebben we de mogelijkheid hier nu in Edge om. Kijk, daar staat die apps. Deze site te installeren als een app. Hoppakee. En dan zeg ik van nou, laat me prima. En kijk wat er gebeurt. Hij maakt er een webapp van, die ik ook gewoon aan mijn taakbalk vast kan maken. Die ook op die manier gewoon voortaan opstart op mijn computer. Je hebt natuurlijk wel een internetverbinding nodig, maar dat heb je voor Teams sowieso nodig. En op die manier kan je nu heel makkelijk switchen van je ene versie van Teams naar de andere versie van Teams. Nogmaals, handig als je hier in een vergadering zit en je wil hier snel even iets opzoeken. Of als je voor twee scholen werkt en je eigenlijk twee teamsaccounts hebt, dan kan je op de ene inloggen met je ene school en op de andere voor de andere school. Wel nogmaals voor opmerking: dit is de webapp, dus dat betekent ook wel dat als je hiermee gaat videobellen, dat je maar één persoon in beeld zit en dat er nog wat andere beperkingen in zitten. Maar het feit dat je hem hier op je taakbellen kan hebben, dat vind ik zelf wel heel prettig. Maar er is meer. Um, want je kan veel meer op je taakbalk vast gaan zetten. Uh, ik werk echt heel veel met forms bijvoorbeeld. En ik moet altijd hier naar mijn Office 365 portaal. Uh, dan moet ik ergens op zoek naar forms. En dan moet ik vanaf daar weer verder. Maar ook forms kan ik als ik het één keer geopend heb. Hoppakee. Een app van maken. Hapsa. En daar is die. En die staat voortaan gewoon op mijn taakbalk vast. Zo, even rechtermaasknop taakbalk vastmaken. En voortaan kan ik hier gewoon Forms openen. Sterker nog, je hele Office 365-portaal, waar ik echt regelmatig kom om op zoek te gaan naar bepaalde applicaties, kan je als app neerzetten. Dus ook dat hoef je dan voortaan niet meer eh, naartoe te surfen. Je hoeft er geen adres meer in te typen. Hij is er nu gewoon als app op mijn taakbalk. Nou, eh. Nog veel meer mogelijkheden. Hè? Op dit moment werken de meeste van deze dingen alleen maar via Microsoft Edge. Ik heb gezien dat het via Google Chrome eh, je bijvoorbeeld Office Portal wel als app kan installeren, maar Teams weer niet. Helaas, um, nou ja, dat, dat wordt waarschijnlijk binnenkort nog wel mogelijk, maar op dit moment nog niet. En op deze manier uh, hoop ik dat je hiermee verder kan. Veel plezier! Uh, maak er allemaal mooie, mooie taakbalken-apps van. En uh, dat maakt het leven en het werken met al die toepassingen een stuk leuker.